Ik ben Danielle Huizing en ik ben caddy van Daan Huizing op de DP World Tour. Ik ga jullie tips geven, want elke speler wordt beter van een caddy. En ik hoop dat jullie hiermee het beste uit jezelf kunnen halen. Voordat je van start gaat met je ronde, kijk waar de wind vandaan komt die dag. Vandaag heb ik gekeken, de wind komt uit het zuidwesten. Ik gebruik als hulpmiddel, als ik zelf speel, mijn telefoon. Elke telefoon heeft wel een kompasfunctie. En kijk op dat moment waar dan het zuidwesten vandaan komt. Voor mij is dat op dit moment uit die richting. Om te beginnen zou ik altijd als eerste je baanboekje halen bij de baan waar je op dat moment gaat spelen. En kijk op welke holes jij een slag of meer meekrijgt. Op basis daarvan pas je dan je gameplan aan. Dus stel je hebt een hele lange par 4, je krijgt daar een slag mee. Loop hem dan ook aan als een par 5. En gun jezelf de ruimte om in 3 slagen op de green te komen. Een vieze bal heeft direct invloed op je balvlucht en op de rol van je bal. Zorg er daarom voor dat voordat je je bal gaat afslaan op de tee of voordat je gaat putten, je bal even schoonmaakt met een handdoekje. Hoe vaak kom je niet in een bunker terecht dat er gewoon nog voetstappen in staan waar jij misschien al wel gewoon in ligt met je bal? Daar ben jij natuurlijk helemaal niet blij mee. En datzelfde geldt voor de mensen na jou. Hark daarom altijd de bunker aan als je klaar bent in de bunker. Ik zal laten zien hoe wij op de DP World Tour de bunkers aanharken. Dat is dus niet zo, maar eigenlijk gewoon de bunker mooi vlak strijken en eindigen met het wegduwen van het zand. Waardoor je de bunker mooi egaal achterlaat en zonder harkstrepen. Elke caddy op de DP World Tour maakt na elke slag de club van de speler schoon. Niet alleen omdat het er mooi uitziet in de tas, maar het allerbelangrijkste is dat de groeven op die manier schoon blijven. Zorg er altijd voor dat je na elke slag je club even schoonmaakt met een tee en dan ga je de groeven 1 voor 1 even langs, zodat ze weer leeg zijn. Als afsluiter van het schoonmaken van de club pak je je handdoekje erbij. Zorg ervoor dat de onderkant ongeveer zo'n stuk even nat is, waardoor je de club nog even zo kan opwrijven en die weer helemaal schoon en klaar voor de volgende slag de tas ingaat. Als je 9 holes of 18 holes gaat spelen, ben je al gauw 2,5 uur tot 5 uur onderweg. Zorg daarom dat je voedingrijke snacks meeneemt in je tas. En denk hierbij aan noten, dadels, maar ook gewoon een eiwitrijke reep valt in deze categorie. En een banaan is natuurlijk ook altijd goed. Wat ik ook altijd doe voor Daan, is dat ik water maak met daarin wat zeezout. Let op, dat moet wel zeezout zijn en geen keukenzout. Zeezout zorgt namelijk voor de verbindingen in je hersenen. En daardoor maak je uiteindelijk betere slagen voor een langere termijn. Ook Daan slaat wel eens ballen waar we niet blij mee zijn. Truc is wel, hoe blijf je dan rustig na zo'n slag? Wat Daan en ik altijd doen als we een slechte bal hebben geslagen, is ik zeg tegen hem, adem diep in, 6 seconden vast. En na die 6 seconden in 1 keer leeg. Op die manier hou je de adrenaline namelijk onder controle. Zorg je dat het niveau zakt. En tegelijkertijd ga je schouders omlaag. En dan zeg je tegen jezelf, volgende. Elke speler kent dit wel. Je staat boven de bal. Je staat op de tee. Links heb je water. Rechts out of bounds. Het enige wat je ziet, is dat. Nou, daar wil je nou juist niet mee bezig zijn. Belangrijk is dus ook, en dat doen wij ook op de DP World Tour en dat doe ik ook met Daan, is om goed te visualiseren waar je naartoe wilt gaan en wat je precies wilt gaan doen. En daar dan ook de overtuiging in hebben en achter die keuze staan, ongeacht het resultaat. Want dat staat volledig los van de situatie die je op dat moment kunt controleren. Belangrijk is, zorg dat je het visueel maakt voor jezelf en zorg dat je achter je keuze staat. En op die manier kun je je eigen caddy zijn en word je je grootste eigen supporter. Tot zover mijn tips. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben en dat de scores beter worden en het golfplezier nog vele malen groter gaat worden.